Goedemorgen, dinsdagochtend. En we hebben de meiden naar school gebracht. De meiden zijn weer op school. En ik heb nog even lekker mijn chillvest aan. Die kan ook lekker hoog dicht als ik ster in de draagzak heb. Dus dat is wel lekker als het wat kouder wordt. De ochtend was hectisch. Die ochtenden hebben we hier natuurlijk ook. Dus niks zat goed en het was niet goed. En na 3 outfits was het eigenlijk nog steeds niet goed. Maar toen was wel de tijd op. Dus waar we heel vroeg eruit waren, volgens mij, nou niet volgens mij, om 5:30 was iedereen beneden, is het nog tijd tekort. Sterra die krijgt nu even wat bananenpannenkoekjes die ik zondag heb gemaakt. Met banaan, ei en pindakaas. En dan gaat ze zo de bed in, want ook Sterra was dus om 5:30 al wakker, dus die is eigenlijk hartstikke moe. Nog even lekker een uurtje met de hond lopen. Sterren met een hamburgerbroodje dat we over hadden. Lekker! Ondertussen heb ik Lauren al opgehaald en we gaan nu Mila halen en daarna even door naar de intratuin. Even lekker spelen. Kijk! Daar moeten we overheen. Ze zijn al een kerstboom, hè? Ja, een kerstboom. Hé, hey, staat ook intratuin. Ja! Hé, hey, lampjes! Moet je lopen? Het is zo schattig. Mama! Mama! Maar mogen wij? Ja, natuurlijk mag je. Lau! Mimi! Alka! Oh, dat is zo schattig. Ja, is echt wat voor jullie dit. Jouch. Ja, wie is dat? Kinky. Roodkapje. Door een roosje. Nee, Sneeuwwitje. Nou, gaat goed. Dat. Wordt tijd dat we naar de Efteling gaan. Nou, een knap knuisje in het heel klein. Ja. Ja, deze is leuk. Wat deze? Vind je? Oh, deze wil ik hebben. Ja! Wat? Wat zeg je, bedoelde je? Die is wel heel leuk, ja. Schattig, hè? Deze wil ik gewoon. Ja, in het echt. Nou, in de nep eigenlijk. Oh, is ook wel wat voor Mila. Maar we hebben wat we moesten hebben. Wat dan? Speeltuin gaan zoeken? Ja. Anderhalf uur gespeeld. En nu nog even kijken. Nou, die is er mooi. Maar kijk eens voor je. Weet je welke mama wel wil? Nee. Deze. Deze. Die zijn echt heel leuk. Of die van Minnie. Ik wil. Oh, dat snap ik wel. Voor deze wil ik ook nog wel. Blijf je eraf, liefje? Voor deze. Mooie rode slinger. En mam. Met Minnie. Met Mickey. Zie je dat? Weet je welke ik wou? Die. En weet je welke ik dan wou? Mooi allemaal, hè? Die zijn ook leuk, die onderste. Ik wil die rode kerst. Mooi, hè? Lauwie. Kom eens kijken hier. Kom eens kijken hier, Lau. Lauren. Lauren. Ja. Wat is zo heen? Wat is het? Een kerstje. Ja? Nee. Een jurk aan een hangertje. Mag ik zo heen? Nee, volgende keer met papa gaan we er één kopen. Lauren. Oh my gosh, kijk die. Zo, een mondkapje.
Kom maar kijken wat ik wil. Weet je dat je die vorig jaar ook wilde? Een champagneglas. Thuis. Ik heb de meiden pizza van gisteren gegeven en voor mezelf heb ik nu deze aan het maken. Het was een tijdje geleden in de aanbieding bij de Appie, dus gewoon kokend water, bouillonblokje. Hallo! En nee, er komen groenten erin. Even 6 minuten gekookt en nu pureren. Oh, op de hete pit ligt mijn snoer. Soepje. Zo, nog even lekker gedoucht, haren gewassen. Nu de pyjama's aan voor de kindjes. En dan gaan ze lekker naar bed. Hallo. Kijk. Ligt ze weer lekker. Zou je dat zien, hè? Als je het erover hebt. Maar... Benny, laat ze los. Ben houdt echt met hem spelen? Ja, dat moest voor jou. Nee, je hoeft hem maar één keer te gooien. Omdat jij hem niet uitlaat. Ach, net alsof die hond nooit uitgaat. Geef de hand. Laat los dan. Ben, er liggen kinderen op bed. Jij doet het zelf. Marco gaat zo nog een uurtje met je lopen, jongen. Ik heb geen uurtje meer over, maar... Wat heb je nu wel over? Ik heb geen uurtje meer over. Oh, zijn al je uren op. Ah, een Pokémon. Echt onvoorstelbaar. Een Pokémon. Echt allemaal op. Ja, Ben, echt zoek het uit, jongen. Zoek het uit. Ja, loop ik gewoon weg met het ding. Hij is zo goed getraind, jongen. Kraakje drinken. Nog eentje. Ik kan het ook niet loslaten. Ik wil hem zelf nog één keer gooien. Dat is wat triest eigenlijk, hè? Dat je dat dan nog pers hebt. Kom dan. Leg hem neer. Los. Leek net alsof je heel goed opgevoed was. Laat los dan. Pas op. Nee, niet plassen. Oké. Okay. 9:30. Ik ga lekker mijn bed in. Net nog een hele leuke coachcall gehad. Daarna nog even lekker op de bank gezeten. En nu ga ik dus mijn bed in. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei.